YouTube, welkom terug. Spyro Nederlands, deel 1 van de 3 Spyro games. Waarom ook niet? Gewoon Spyro de draakje. Livestream, volgende wereld. Even kijken, laten we nou 5 over 6. Oké. Maar wel een beetje natuurlijk rekening houden hoe lang dat we de afleveringen van YouTube maken. Gaan we veel lachen straks? Oh boy. Beetje reug. Beetje reug vind je niet dat alles in het Nederlands is. En hoe? Want we gaan de duistere diepte betreden. Vinden jullie ladingstijden ook niet gewoon geweldig? Maar goed, dit is een soort van dus dat ik een let's play aan het opnemen ben tijdens een livestream. Hartstikke grappig natuurlijk. Dus ja, chat, ik kan niet super interactief zijn op het moment dat ik bezig ben met een level natuurlijk. Maar ik kan wel af en toe een beetje zo die ene kant op kijken. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Goed, wat dus ook heel erg belangrijk is, is dat je dus alle vijanden ook neerhaalt. Of de fik erin, zoals dat we hadden gehoord in aflevering 1. De reden hiervoor is namelijk, hun dragen ook nog eens een keer gems bij. En als we 100% willen halen, dan ja, moeten we dus wel alle vijanden gaan verslaan. Hallo. Grappig. Maar ja, ik weet waarvoor dat we hier allemaal zijn. Ik vind het super ruig dat hier alles nou in het Nederlands is. Let's do this. Alban. Met een wat voor aanval? Een booster aanval? Een boost. Een wat? En waarom hebben ze allemaal. Ik bedoel, echt serieus. In het Engels heb je. Ik weet niet hoeveel verschillende typetjes en stemmetjes, maar. Hier is het echt allemaal gewoon van. We hebben allemaal een stemmetje. Hallo. Auw, dat doet pijn. Maar ja, dan kan ik het jullie laten zien. Kijk, nou is hij blauw. Poink. Let op. Kijk, nou is hij weer geel. Yay! Je kunt veel zeggen, maar ik vind het een grappig detail. Ik vind dat een heel grappig detail dat ze dat in de PlayStation 4 controller gedaan hebben. Ah, hallo. Ik kan me trouwens herinneren dat er op een bepaald punt. Hi, secret to everybody. Op een bepaald punt. Oh nee, volgens mij was het op Spyro 3. Spoilers. Ah. Meh. Het is wel jammer eigenlijk dat het een beetje Spyro 3 is. Dus ja, ik vind het grappig. Ik kijk die kant op, want de reden is, daar zit mijn spel op het moment. En de chat die zit voor mijn neus, dus ja. Waarom ook niet? Zo te zien hebben we het. Gaat goed. Waarom staat er eigenlijk hier een gigantische boekkast? Nou ja. En weer. Luister, als je een beetje in een gedichte baan vertrouwt, kun je dan een beetje een betere accent erin gooien, beste kerel. Ik bedoel gezegd, ja, het is wel gerem met sommige dingen dan. Dan wil je wel echt een beetje rem, een beetje op mijn karakter meer, weet je wel. Oh, jongens toch. Ach, dat wordt eigenlijk alleen nog maar veel leuker bij Spyro 2. Op het moment dat ik weet niet hoeveel cutscenes er daar wel niet in zitten. Goh, we mogen nou al naar huis. Ik geloof het niet hoor. Er is natuurlijk nog veel meer wat we moeten onderzoeken. Waarschijnlijk is er nog een andere kant of zo. Of een. We hebben nog een sleutel. Een boekenkast. Heel erg veel. Hier zijn we begonnen, toch? Ja, hier zijn we begonnen. Dan hebben we dus hier. Hebben we deze plateautjes. Maar. Dat moet meer zijn.
Dat is waar die trap heen gaat. Dat hebben we ook al gehad. Laat me nou vertellen tot er hier nou niks meer extra zit. Tuurlijk wel, ja. Hey. En het ergste is, jullie hebben het net kunnen zien. Ik heb al 100% gehaald. En dan je niks meer kunnen herinneren, hè? Dat is echt erg. Dat is een van de ergste dingen die kunnen gebeuren. Wat? Waar beneden? Hier beneden? Hij wijst dat. Ah, daar is het. Mooi. Dank het u, Jeffy, omdraaide. Een grote of een kleine draak waar ik eigenlijk heel erg goed tegen beschermd ben. Dit is een emmer. Lieve hemel, maar er is meer. Nee. Oh, dat was wel heel slecht. Je beetje schaam je daarvoor. Gebruik actie. Oké, jongens. Jongens, heel eventjes. In de PlayStation genre wordt de actieknop, oftewel de action button, het kruisje genoemd. De knop waar dat hij over aan het praten is, is de camera button en dan die in te drukken. Tenminste, dat deed hij net. Dat is Parks. Hallo, bam. En die doet het nou nog niet eens meer. De actieknop is zelfs gewoon weggerend. Die heeft gewoon gezegd bij zijn eigen van... Oh, je speelt in het Nederlands. Nee, hij doet het niet meer. Dus batterij... Nee, wij trekken gewoon die batterij eruit. Jammer joh. De actieknop is serieus. Laat ik het zo zeggen, de actieknop is altijd in elke Spyro of in elke uitlegspel is de actieknop altijd de, ja, het kruisje geweest. Altijd de X-button. Oh. Hier, nou doe ik het wel, zie je? Kijk, kom gewoon niet in die ruimte daar. En het is een knop dat je nog niet eens... Vroeger op de PlayStation, dan hadden wij die grote knoppen nog niet eens. Hoor. Die hadden wij nog niet eens. Nee, we hadden gewoon de PlayStation knop. Dat was toen een DualShock controller. Jee, 100%. Waarom? Je kunt hier gewoon springen. Echt. Meh. Maar één voordeel, je hebt eten. Ja, bij mij is hier niet echt goed gevaar. Ik ben een beetje misselijk helaas. Niet goed gekookt. Ach ja. Even wat te drinken pakken dan maar. Terug naar kunstenaars! Hehe. Maar jullie mogen best weten, ik hoop echt wel tot er een beetje variatie in gooien met stemmetjes. En tot het niet de hele tijd dezelfde doorsnee draak is die een beetje uitgelegd over hoe en wat. Dat is die gozerd. Sorry. Dit level hebben we al gehad, hè? Steenheuvel, ja, dat is een van de eerste levels die we gedaan hebben. Er zit hier nog een level die we niet gedaan hebben. Nou ja, we hebben hem al gezien, maar we zijn er niet echt naartoe geweest, poink. In ieder geval smakelijk je beetje. Dorpsplein. Ga niet langs start. Maar ga naar Dorpsplein. Ga terug. We gaan het Dorpsplein betreden. Nestinork, je bent lelijk. Ik kan het nog steeds niet loslaten, jongens, sorry.
Maar goed, hoe vinden jullie het tot nu toe in het Nederlands? Zo, kijk nou toch eens, een one-up fly. Wat leuk. Oh, sorry. Een 1-up vlinder. Kan jullie het wel grappig vinden in het Nederlands? Ik bedoel, serieus. Ik kan er de humor wel een beetje van inzien, maar het is nog steeds super cringy. Dus ik moet eventjes van jouw grond kijken. Wat is het toch in één keer met jouw stem toch? In één keer gebeurt dat hij zo omhoog gaat. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. Goed voor je, je beetje. Wat blij ben ik voor je. Wat? Ik kan niet echt één... Dus dit is wat deze let's play gewoon, let's stream, hoe dat je het ook gaat noemen. Dit is wat we gaan krijgen. Iets is grappig en dat maakt me gewoon belachelijk. Oh, kijk nou toch eens, onze eerste instant death pit. Als we daarin vallen dan... Game over. Nou ja, leven over. Sorry, maar dat was echt gewoon... Die had een Henk-stem moeten hebben. Die had echt een beetje zo mogen praten als het aan mij lag. Ik bedoel, serieus. Hé, hey, kijk eens, Sparrow. Ik heb deze taart gebakken. Nee, je hebt de springknop moet je drukken. Op de hoogste van je sprong. Oh, echt serieus. Die hebben gewoon echt een... Die zien hun draak volgens mij nog niet eens. Die hebben gewoon zoiets van... Nee, doe dit op een gek stemmetje. Doe dat op een gek stemmetje. Doe dat maar op een gek stemmetje. Jongens, toch... Ik bedoel, waarom? Ik denk dat mijn zus gewoon ook echt keihard hard weggerend is van... Oh, jij blijft het echt gewoon serieus in Nederland spelen. Doei! Maar weet je zeker dat ik op de springknop moet drukken en niet op de actieknop? Wat heb jij te zeggen daarop, Alvar? De na-na-na-na-na bedoel je? Hebben wij een na-na-na-na-na-na-na gezien? Ah, dat moet een manier zijn om daar bovenop te komen. Volgens mij hebben we er echt heel erg veel gewoon een spraakwatertje op. Even kijken, kon je dat via hem doen? Nee. Was dat een beetje meer deze kant dan en dan daar zo? Juist. Hé, hey, kijk, daar hebben we die blauwe gas waar dat over ging. Hé, hey, blauwe gas, ik moet jou achterna gaan jagen. Gems. Nee, gems zijn belangrijker. Sorry, blauwe gas, de gems vind ik belangrijker. Ja, spring je. Oké. Okay. Drakenei of diamantjes. Je weet wat we altijd zeggen als we Minecraft aan het spelen zijn. Diamonds! Nee, diamonds. Ik vraag me eigenlijk trouwens af, hoe lang gaan we de No Death volhouden? Ik weet, er zijn sommige levels die zijn gewoon echt lastig. Die zijn echt lastig. Hoi toch. Bedankt dat je me hebt bevrijd, Spyro. Je kunt altijd via het pauzemenu je voortgang controleren in de gids.
Nou, dankjewel hoor. Ik heb een vuistje druk en ik zal nu vooruit gaan checken in de gids. Ik ben heel blij met die informatie. Maak me daar helemaal compleet. Ja, jij springt weer naar boven, dat trap ik echt niet in. Zie? Ik wil in de bovendeel. Die! Ik zit mij helemaal onder te kwijlen zo. Bah! Steve, je bent er eigenlijk een beetje van op verhoogd omdat je het zat een beetje stil is. Ja. Die zitten allemaal gewoon echt zo. Nederlandse Spyro. Toch vraag ik eigenlijk iedereen wel een beetje af van. Wat zijn jullie weekendplannen? Ik bedoel, ik serieus. Begin een beetje los te komen nou, een beetje met audiocommentaar. Audiocommentaar, weet je wel, audiocommentaar. Audiocommentaar hoort er ook wel een beetje bij, natuurlijk, hè. Audiocommentaar, waarom ook niet? Hi. Oké, dus dat is een sprongpunt. Duidelijk. Oké, dat is een sprongpunt. Ik ga hier geen hekel aan hebben. Nu al. Weet in ieder geval, ik ben in ieder geval blij dat jullie de gamegeluid ook alles goed kunnen horen. Tenminste, dat hoop ik. Ik ga dadelijk heel eventjes quality check doen. Want ja, dit is natuurlijk YouTube. Nou ja, voor YouTube. Jolo Thomas die zei dus net ook al van... dit gaat dadelijk heel erg lachen worden dus. Jazeker. Oké, hier springt hij dan zo in één keer. Hoppakee. Oké, nou, waar heb ik hem... Oh. Ik zeg serieus, Sparks? Weet je het zeker? Weet je het zeker, Sparks, dat daar nog een gem ligt? Ik mis er nog 8, Sparks. Sparks? Mijn plannen voor het weekend zijn deze stream kijken en begrafenis werken en huiswerk. Oeh, een begrafenis. Jee. Ja, sterkte daarin. En jij zegt toch echt dat er daarboven iets ligt. Dus dan gaan wij daar maar... Nou, Sparks, dan geloof je daar maar op, hoor. Zullen we dat dus heel eventjes gaan doen, Sparks? Oké. Ach, kijk nou toch eens. En dan hier de 5? Juist. Dan zijn we compleet. Wat leuk. Doen we dan nog een level? Ja, weet je wat? We doen nog wel eventjes dat vlieglevel dan nog wel. Waarom ook niet? Naar huis. Het is iemand die ik niet zo heel goed ken. Ja, toch veel sterkte ermee. Zoiets is nooit makkelijk. Ik weet trouwens in ieder geval morgen gaat Mume live. Voor het eerst. Tenminste, als alles gaat zoals dat gepland is. Ik bedoel, live dingen kunnen altijd, er kan altijd iets tussen komen, weet je wel. Oké, nou laten we maar aan het vlieglevel toe gaan, waarom ook niet. Dat is op zijn minst kort, tenminste als ik 300 keer faal, dan is het lang. Maar we gaan gewoon dus naar, hoe heet dit, zonnevlucht? Zonvlucht. Jee. Volgens mij maak ik al gelijk een fout. Volgens mij wil je gelijk beginnen met treintjes te rammen. Opnieuw. Volgens mij is dat gewoon Musical Memoirs. Ik weet niet of we gelijk... Ik ga gewoon zo beginnen. Poink. Ik weet niet of het de bedoeling is, maar we gaan het gewoon zo doen. Poink. En dan... Oh. Kistjes. Oh, daar gaat heel fout.
Ik ging dwars door dat ding heen, zagen jullie dat? Volgens mij wilden ze dat ik eerst door de kistjes heen gaat. Nee, je wou eerst door die bogen vliegen. Oké. Okay. Dan gaan we eerst door die bogen heen vliegen. Maar sowieso, melden we dat soort dingen ook in de Discord en alles. Maar hij heet A Musical Memoirs. Jeetje, die potjes die liggen wel heel erg... ik denk dat ik hem zie hoe dat we dit gaan aanpakken. We gaan het gewoon proberen. Schiet ze neer! Oh boy. Dit gaat zo fout. Ik ben hier zo goed in. Zien jullie dat? Zie mijn skills. Waar is die laatste? Oké, dan moeten we weer terug naar die poortjes. Al denk ik dat je beter eigenlijk andersom zou kunnen gaan in verband met... Ja, ik ben veel te veel tijd verloren net aan die... Volgens mij wou je de kistjes echt als laatste doen. Maar we geven het niet op. Ook al hebben we nog maar 10 seconden. Op. Per trein krijgen we 6 seconden terug, dus. We got this. Yay! Beste tijd, 1:54.9. Ik weet niet of dat mijn beste tijd ooit is, maar we hebben alles in één keer gedaan. Wegwezen hier. We hebben hem in ieder geval een 3 keer kunnen doen of zo. Nou ja, ik heb hem wel vaker gefaald, maar dat maakt niet zo veel uit. Nou, is er uit het hoofd volgens mij nog 1 level die we hier kunnen doen? Ga eens even aan de kant, jij. En dat is dat ene level wat we dus zagen. Nee, niet hier. Je weet wel, dat is dat level met die hele grote neusgaten. Nou ja, we hebben het level nog niet echt gezien, maar dat... geloof mij maar, die hebben hele grote neusgaten. Ik wil even kijken, want dat is hier tussenin door. Kijk. En als we daar nou heen gaan, dan gaat dat in één keer open en daar zit dan nog Toasty achter. Maar Toasty voor YouTube bewaar ik voor de volgende aflevering. Dus YouTubers, bedankt voor het kijken. Wil je een keertje livestream live meemaken? Link staat in de beschrijving. Of volg ons gezellig bij de Discord. Gezellige groep met z'n allen. Link staat er ook van in de beschrijving. En misschien bij Discord. Wie weet, dan had ik het gezellig. Maar goed, in ieder geval, dat doen we dus in de volgende aflevering. YouTube, doei!